Een overweldigend succes, niet te evenaren. Zo kan de 10e editie van de kerstviering van First Lady Ingrid Boutersen-Waldering met seniorenburgers het best omschreven worden. De tuin van het Presidentieel Paleis was op donderdag 12 december het decor van een onvergetelijke dag voor de oudere generatie Surinamers. Voor deze editie waren ruim 1100 seniorenburgers geregistreerd voor deelname om te bedenken dat nog veel meer personen dit kerstspektakel hadden willen meemaken. Voor deze speciale groep, die de First Lady dicht aan het hart ligt, was er een gevarieerd programma in elkaar gezet. Zo leverden onder meer de recentelijk door president Desiree Delano Boutersen gedecoreerde Evergreen zangers hun bijdrage aan het geheel. President Boutersen genoot ook zichtbaar van alle opvoeringen en gooide samen met zijn echtgenote en de genodigden de benen los. De seniorenburgers mochten tegen het eind van de kerstviering elk een pakket in ontvangst nemen. Het bureau van de First Lady organiseert de kerstviering met seniorenburgers al vanaf 2010 bij het aantreden van het kabinet Boutersen 1 en is daarbij afhankelijk van steun en giften uit de samenleving. Een 104-jarige mocht als eerste een pakket in ontvangst nemen uit handen van de First Lady. First Lady, uw 10e kerstviering met seniorenburgers. We zijn bijna aan het eind van de dag, ik moet zeggen van de activiteiten. Hoe voelt u zich op dit moment? Weet je, elk jaar weer als we dit doen en we zien hoe de mensen hebben genoten, dat doet het ons goed, want daar doen we het voor. En je weet heel vaak, seniorenburgers, wie kijkt naar ze om? Vaak zijn ze eenzaam, de familie vergeet ze in te huizen. Dus we zijn blij dat we ze dit kunnen aanbieden. En dat zal mijn volgende vraag zijn. Waarom doet u het voor de seniorenburgers? Maar misschien kunt u de mensen ook even vertellen welke groep burgers hier zitten. Nou, het zijn burgers boven de 60 jaar, sowieso. En waarom doen we dat? Heel vaak zijn we alleen met de jongeren bezig. Maar er moet ook een moment komen dat je eigenlijk naar je seniorenburger kijkt. Dadelijk mis ik naar seniorenburger. En wij willen de mensen happy maken. Als ik ook ouder ben, wil ik ook dat mijn kinderen, mijn familie naar me uitkijken. En dat we geven terug. En ik geloof in de wet van karma. Wat je doet, dat ga je weer terugkrijgen. In de zaal. Ik zei excellentie en excellenties. Mevrouw Belliot, dank je voor het bereiken van deze mijlpaal. O Heer, geef me antwoord. O Heer, zeg waar je toch bent. Zeg me nu, hou je nog van ons? Antwoord nu, als je ons kent. Het is de tijd om te zeggen, het is de tijd om wat te doen. De aarde die brandt als een fakkel, o Heer. Planten zijn niet meer groen. Zeg me hoe pijn is te dragen elke dag. Dat is waarom ik met u praten wil. Ik praat nu uit naam van iedereen. Alleen u kan ons zeggen waar de weg is omheen. O Heer, geef me toch antwoord. Zeg waar je toch bent.
Met u voel ik me sterk en kan ik verder gaan. O Heer, met u voortaan. Thank you. U heeft een geweldige dag voor de seniorenburgers georganiseerd. Hoe was die voorbereiding? Weet je, we doen het nu al het 10e jaar. We hebben een dossier, dus het is makkelijk. We weten precies wat er moet gebeuren. De eerste jaren hebben we geprobeerd passen meten, dingen oplossen, wat verkeerd is gegaan, geëvalueerd. En nu hebben we het een beetje, denk ik, 90% onder controle. Ik geef je het 100%. Het was geweldig. Maar ik zeg altijd, je moet nooit helemaal tevreden zijn. Er kunnen altijd veranderingen. Bepaalde dingen kunnen toch anders. Daarom moeten wij streven naar het beste. Wat vindt u tot nu toe van de show? Nou, de mensen genieten. Dus dat is de bedoeling. En ja, ik vind het geweldig wat First Lady met haar team doet voor de seniorenburgers. We moeten niet vergeten dat we een keer ook daar zullen zitten. En het is geweldig tot nu toe. Heeft u genoten van de show? Ja man, dat grid dat ik heb gezien, perfect. Wat is het meest dat u is bijgebleven tot nu toe? Wel eigenlijk alles zo'n beetje hoor. Want al de nummers hebben ergens een snaar uit te raken. Jawel. De First Lady doet dit al 10 jaar. Vindt u dat er verandering in komt? Vindt u dat het beter wordt? Ik moet zeggen, ze hebben een professioneel team als ik het zo zie. En ik weet dat ze vreselijk stippelijk is, puntjes op de i. Dus natuurlijk zullen er hier en daar misschien schoonheidsfoutjes zijn. Maar geloof me, het team is goed. De First Lady die heeft de gasten een boodschap gegeven. Welke boodschap heeft u voor de kijkers wereldwijd? Nou, dat we gezien de tijd, dat het maar op de tijd van vrede. En alle jugujugus en alle trobies even wegzetten. Laten we ons concentreren op de vrede. Hallo, ina voor me met de vivete. Mijn God is zo'n drukte. Jere, tante en pa, met jou na kerstviering voor First Lady. Maar we gaan gedragen, Jere. We go. First Lady. Jere. Todo in Tamigo Riga regna First Lady. Zij de. Omdat ena eerste umas madigado meti. Jonge kabanga dong. Ano dong iri katakam never sta Engels. Ja. Denk dat First Lady en First Lady betekent eerste vrouw. En na eerste umas madigado meti. Nee, a eerste vrouw sagado meti na Eva. Ja? Maar First Lady, dat want taki en haar vrouw van president van Kondre. Ik dan was ik als met in haar wang. Mirika die dat tak First Lady dat me bereken tak na eerste umas maar die gado met je. Pa, dat pano bossa bent toch? Eh? Pano bossa bent. Mirika tak gado jelang alibi. Want dan schrijven we goed aan de ouro. Ze is wel een mooie vrouw. Ja! Baya kom no taxan voor zijn masra burak. Aan ourak en tegendeel obreti. Want ma, ama schrijven, nou een mooie maaiere. Nou, dus ja. Me make show gen go. Me make show gen kong. Maar we zijn zeker. Anne, check me.
Maar ik denk zeker, jere, jere, jere. Ik denk zeker of ik draai wil en ik zeg. Jo! 100% ik heb mooie o-benen. Dat vertante o-waka, Gigi. Vertante o-waka. Wat ligt nog op programma voor mevrouw Boutersen? Nou, ik heb een aantal dingen dit jaar. We gaan ook nog, het is jammer, maar de wakapassie moest al versierd zijn. Maar gisteren zijn pas de kerstspullen aangekomen. Dus we hopen morgen dat we het ook rond hebben. Er is nog zoveel te doen. Maar één ding moet men weten. Wij gaan voor de gemeenschap. We gaan ons best doen voor de gemeenschap. Mogen we een 11e kerstviering verwachten? Altijd natuurlijk. We gaan altijd ons best doen. Wat geeft u mee aan de samenleving? We vieren straks kerst, we hebben daar ook de jaarwisseling. Wat geeft u mee aan de gemeenschap? Nou, je weet, december maand heeft alles te maken met vrede. Ik wil ook dat we een vredevolle afsluiting zullen hebben natuurlijk. En ik wil aan de gemeenschap vragen, onze kinderen, schenken jullie aandacht aan onze seniorenburgers. Ze zijn vaak heel eenzaam in de tehuizen. Dat is wat ik ze vraag, dat ze volgend jaar meer aandacht schenken aan onze seniorenburgers. Want wij worden ook een dagje ouder.